receiving the gold medal with a time of 12 minutes, 34.51 seconds. Representing Special Olympics Netherlands, Esme Ann Eerste-Jongester. Ladies and gentlemen, as the Anderson Center strike the celebratory colors. Bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik de Leni van der Meer bokaalwedstrijd. En vorig jaar had ik de bokaal zelf gewonnen. En omdat ik mijn titel hoog wil houden, ga ik daar vandaag natuurlijk weer voor knokken. Maar vandaag wordt het wel wat lastiger, denk ik. Maar het is wel gezelliger. Niet dat vorig jaar niet gezellig was. Maar ik zie mijn oude teamgenootjes uit Heerenveen weer. Want toen ik wat jonger was, toen trainde ik daar ook. En bijvoorbeeld Sanne, die heb ik leren kennen bij een NK in Drachten. Toen was ik nog best wel jong, denk dat ik jaar of 13 was ongeveer. Nou ja, en we hebben telkens wel contact blijven houden. En toen begon ik dus in Heerenveen te zwemmen. En zijn we samen, heel veel. Dus ik ken haar al een poosje en ga haar ook weer zien. Maar omdat zij bijvoorbeeld anderhalf been heeft, krijgt zij natuurlijk meer punten dan mij. En het gaat om de oefenpunten. Maar het is wel veel gezelliger natuurlijk. Want ik zie ze allemaal weer terug na 2 jaar. Sanne zie ik weer. Willem zie ik weer. En ik zal de foto's in doen. Ik zal mijn moeder weer laten filmen. En als het verder niet echt heel veel is gelukt, dan zet ik gewoon meer foto's in. Maar ik hoop dat jullie deze video wel leuk vinden. Heb je er al zin in? Doe dan een dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie zo. De Meer Amslag heeft opgericht en mensen met een beperking hebben leren zwemmen en ook leren wedstrijd zwemmen. Daarom hebben wij deze wedstrijd zo genoemd. En omdat we wat te vieren hebben, hebben
al deelnemers, als het goed is, een klein cadeautje hebben gekregen. Een etuietje waar je waterdicht je telefoon kan bereiken. We worden nog een klein beetje ingezwommen, maar daarna gaan we lekker beginnen met de wedstrijd. Dus we wachten tot alle juryleden binnen zijn. Maar we hebben ook nog eventjes natuurlijk huishoudelijke mededelingen. We hebben aan de achterkant. Applaus voor z'n heren. En op de tweede plaats.
Esme Janne Mulmeester. En op de eerste plaats hebben we Danique Kolen. Sanne blijft even staan. Ja. Nou, zoals jullie weten had ik vandaag de leiding van de meerbokaal. En ik heb vandaag helaas niet mijn titel hoog kunnen houden om de bokaal te winnen. Vandaag is Sanne gewonnen. Sanne ken ik al heel erg lang. En als ik het iemand gun, dan is het Sanne wel. Dus ik ben heel blij dat Sanne hem heeft gewonnen. En niet iemand anders. Niet naar iemand anders die hierbij heeft meegedaan. Niet bedoeld, maar gewoon, ik ken Sanne net wat langer dan anderen. En ja, ik vind haar gewoon heel erg. En ben blij dat zij het heeft gewonnen. Dus Sanne heeft de bokaal gewonnen. Dus dit was een korte video, maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vond je het leuk, dan een dikke duim omhoog en vergeet hier rechts onderin niet te abonneren als je het leuk vond. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei!